De Antwerp Giants hebben iets recht te zetten na 3 opeenvolgende competitienederlagen. De jongens van coach Vervaak schieten dan ook fel uit de startblokken. Maar Medias is niet voor niets Roemeens bekerwinnaar. Vooral onder de borden doen ze de thuisploeg pijn. Ze herstellen het evenwicht. Na het eerste kwart staat het 23-19. Het teken voor de Giants om het gaspedaal opnieuw in te drukken. Elk foutje van de Roemenen wordt onmiddellijk afgestraft op de fastbreak. We gaan rusten bij 49-38 tussenstand. Na de rust ligt de thuisploeg de wedstrijd al snel in een definitieve plooi. De Giants zijn dodelijk efficiënt en lopen dan ook vrij snel uit. Na 30 minuten is de wedstrijd gespeeld, 75-51. In het laatste kwart sluipen er wat gemakzucht en defensieve slordigheden in het spel bij de thuisploeg. Zo kan Medias af en toe nog eens tegenprikken. Maar meer dan wat speldeprikjes zijn dat niet. Offensief dendert de Antwerpse sneltrein verder. De Giants maken 97 punten en krijgen er 79 tegen. Zo pakken de havenjongens na 3 opeenvolgende nederlagen nog eens een deugddoende overwinning. Ja, dat was nodig om een beetje vertrouwen terug te krijgen, zeker hier thuis. Hopelijk kunnen we terug een winning streak samenstellen zoals in het begin van het seizoen, want het is hoog tijd. Ik ben heel blij en heel tevreden hoe dat mijn spelers nu aan de wedstrijd begonnen zijn, de focus dat er was. Want ik denk dat we een goede prestatie hebben neergezet. Ik denk als we de laatste 2 minuten echt geconcentreerd blijven, dat het geen 20 zijn, maar 30 zijn. Maar dit moet zeker vertrouwen geven.